Het is echt super, super dom, maar... Ja, goedemorgen, hallo. ik moest om, denk ik, 8:30 wakker worden en ik werd om 11:00 wakker. Yay, en ik moet eigenlijk naar school. Maar, zoals jullie weten, moest ik elke avond dansen en zo. Gisteravond tijdens de dans ging ik opeens naar mijn enkel. Maar ik danste wel gewoon door. Dus nou ja, daar heb ik nu een beetje last van. Verder gaat het helemaal goed en het is super, super lekker weer. Kijk, lekker zonnetje, maar ik moet even snel gaan eten en dan weg. Ik heb gisteren trouwens geen afsluiting gemaakt of zo, dus dat is een beetje dom. Maar het was weer echt super gezellig en het ging echt heel erg goed met dansen en toneel. En het was echt een topavond, dus ik hoop dat het vanavond weer zo is. Het is echt super, super lekker weer. Het is trouwens dag 3 van de grote avond. Net zat ik dus in de metro en ik moest uitstappen, maar ik kon mijn OV niet vinden. Ik heb hem altijd in mijn jaszak zitten, maar hij zat er opeens niet meer. Dus ik een beetje moeilijk doen met diegene naast me. Van ja, ik moet even op mijn stoel kijken en zo. Nou, ik kon hem maar niet vinden. Bleek hij dus zeg maar een soort van in de voering van mijn jas te zitten. Want er zit zeg maar een gat in mijn jaszak. Ik voor Emma mee. Echt? Zijn we er nu mee? 5-5. Naar boven. Ik ben nu net op school met de hoofdrolspeler, Jona Berger. Wat is dit precies? We willen een stukje even tekenen. Beschrijf even jouw rol. Wie ben jij? Kijk, mijn rol. Ik ben beslist. Ik ben zeker van mijn zaak. Nee, maar even heel praktisch. Wie ben jij in het stuk? Ik ben ook gevoelig. Nou, ja, zit er een deel in. Zeker. Mijn naam is Jona Berger. Wat doe jij in het stuk? Ik ben astronaut. Astronaut. Althans, het is mijn droom. André Kuik. André Kuik. Okay. Ik ben ook trots. Ik wil niet mezelf hier ergens onder. Sterk verhaal. Nee, dat is niet de lotus. Ja hoor, doe de lotus. Ja, heb je wel. Doe de lotus. Maar ook wel geen lotus. Nu wel. Ja hoor, even slow motion. Wacht nog een keer. Ja, ik heb hem. Waar gaan we heen? We gaan naar zijn plein. Oh, die is zo mooi staan. Dat knipt hier dan weer uit, hè? Dit is anoniem. Het is een portret van Anna. Yes. Laat ons zien. Precies, ik zie het, ja. Lijkt precies. Je moet er iets mee gaan doen, joh. Het ziet er prachtig uit. Sowieso. Ik weet niet meer van die beukom. Dit is dus niet hier. Ja, hier wat. Lekker, omhoog. Jol, het is toch 2? Oh ja! Ja, 2. Dat is voor mij een teken. Ja, en ook expect us. Expect us. Lelijk shirt, Anna. I hate it. De paard zit erin. Best wel veel. De eerste helft ging ik beter dan gisteren. Dat is niet verwonderlijk. Maar gisteren was ik eigenlijk wel heel tevreden over de tweede helft. Daarom ben ik er ook tegen. Ik ben 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 er ook tegen. Ik
A few moments later. One eternity later. Three days later. Tomorrow. Tomorrow for sure. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Ik hoop dat het morgen, de laatste avond, ook zo goed gaat. En ja, dit is hierbij de afsluiter van deze vlog. Ik hoop dat jullie deze vlog ook weer een beetje leuk en interessant vonden. En ja, tot morgen. It's a revolution.